Ik heb commando overgenomen van het Duitse Nederlands Legerkorps. Een legerkorps dat zich in de afgelopen jaren bewezen heeft als inzetbaar hoofdkwartier. Net weer heel veel van onze mensen terug uit Kabul, waar ze in het ISAF hoofdkwartier, maar ook in het IGC hebben gefunctioneerd en dat op uitstekende wijze hebben gedaan. Het is buitengewoon belangrijk dat we dit soort getrainde hoofdkwartieren hebben, zodat we onze mensen snel, wanneer het noodzakelijk is, kunnen inzetten in een heel breed spectrum. Want daarvoor heeft het legerkorps natuurlijk al eens eerder in Afghanistan een grote rol gespeeld. En ik heb zelf, toen ik nog brigadecommandant was, ook meegemaakt dat dit legerkorps ook in de NRF de transformatie van NATO steeds verder vooruitgedreven heeft. Ik ben uiteraard heel erg gelukkig met dit commando. Het is een schitterende plaats. Het is ook een schitterende plaats om geplaatst te worden. Ik ben al eens eerder in Münster geweest. Binationale en multinationale samenwerking is een geweldige extra uitdaging. En daar gaan we voor.